Hallo allemaal, van harte welkom bij weer een video gedeeltelijk over 3D printen en gedeeltelijk met een kerstwens. Echter ook daar komt 3D printen in voor. Je zult daar zien dat ik vanaf Thingiverse rozen heb gedownload. Je kunt er rozen printen en dat is erg fraai. Ze vallen wat groot uit, maar ze worden wel heel erg mooi. En die kun je straks eventjes zien als ik ze in mijn hand heb tijdens het uitspreken van de kerstgroet. Maar ik had ook beloofd dat iedere keer als ik nu een 3D film zou maken, dat ik dan ook even terug zou grijpen naar ons experiment met het filament in suikerwater, zoutwater en gewoon leidingwater. Hier voor ons liggen in dezelfde volgorde ook de items. Dus aan deze zijde de in leidingwater. Met eigenlijk, zonder dat hij nat is natuurlijk, dat is logisch, geen zichtbare veranderingen aan het object. En daarmee gaat hij wat mij betreft weer terug in het water, zodat hij lekker door kan weken. Dan het zoutwater. Dat is de middelste. Ook hier eigenlijk op dit moment wat mij betreft geen wijzigingen aan de structuur. Dit zou eigenlijk degene moeten zijn die straks, hè, want zeewater is zout en men zegt dat PLA na een jaar of drie in zeewater zou moeten gaan afbreken. Op dit moment nog geen zichtbare versie van. Ook deze gaat voorlopig terug in het water, want uiteindelijk ligt het er pas een maand of twee in. De derde, dat vind ik wel apart, dat is degene die in suikerwater zit. Want ik heb namelijk het gevoel, en dat kan ik niet 100% bevestigen, maar dat het iets zachter is. Het materiaal is iets zachter als dat het voor die tijd was. En dat zou een teken kunnen zijn van beginnende degradatie, beginnende afbreekbaarheid. Weet het niet zeker. Ook deze gaat terug in zijn behouder, in zijn beker met suikerwater. Maar interessant om in de gaten te houden. Want uiteindelijk willen we straks na een aantal jaren toch weten van hoe ziet het er nou uit als we dit een aantal jaren in die bekers laten. Want dat is eigenlijk wat ik wil gaan doen. Ik ben benieuwd. U ook? Ik hoop het van wel. Ik ga zo meteen de kerstgroet uitspreken aan u allen. Ik ben niet de paus, geen zorg. Maar ik vind dat het erbij hoort. Maar voordat we zover zijn wil ik u alvast allemaal tot een volgende video wensen. Heel veel plezier met de komende feestdagen. En tot de volgende keer. Dag. Hallo allemaal. Vandaag even een kleine kerstgroet overbrengen aan iedereen. Ik heb hier met mijn 3D printer wat rozen gemaakt. En de roos heeft een speciale betekenis. Niet alleen zijn ze prachtig geprint van het rood en het groen wat ik heb gebruikt. Maar mijn vader was bloemenverkoper en die kwam elke zaterdag thuis met bloemen voor mijn moeder. God hebben hun ziel. En met name mijn moeder hield van mooie rozen. Niet per definitie van rode, ook wel van andere kleuren, maar ik heb hier rode rozen gemaakt. En waarom heb ik dat gedaan? Omdat een rode roos niet alleen de roos van de liefde is, maar ook de roos van de hoop. En de roos van de compassie en de passie voor het leven. En dat is een van de dingen die we tegenwoordig missen in deze kerstperiode. In onze wereld wordt alles steeds ruwer en ruiger. De mensen worden brutaler. En steeds vaker lees ik en hoor ik mensen die openlijk racistisch zijn. En dat is jammer. Niet alleen jammer, maar ook gevaarlijk. Want we hebben vergeten wat er in 40-45 gebeurd is. Die roos voor mij vertegenwoordigt niet alleen mijn ouders, de liefde voor mijn vrouw, de passie in ons gezin, maar hij vertegenwoordigt ook de hoop voor de toekomst. De hoop voor een betere wereld. En de hoop dat zeg maar volgend jaar voor iedereen de wensen uitkomen zoals ze zich die gewenst hebben. Maar dan wel graag op een manier die niet kwetsend is naar anderen en op een manier die acceptabel is voor deze wereld en niet in de rauwheid die in deze wereld op dit moment plaatsvindt. Ik denk daarbij aan de mensen die het slachtoffer worden van misdrijf,
aan de mensen die het slachtoffer worden van racisme. Mensen die ziek zijn. Ik kan wel een paar mensen noemen. In mijn kennissenkring, onder andere. Maar ook in mijn eigen familie. En die mensen die wens ik al het sterkte toe. En dat ze er maar bovenop mogen komen en snel. Zodat ze door kunnen gaan met hun leven. En daar staan deze rozen voor mij voor. En ik wil jullie dan ook met deze 3D geprinte rozen. Ik weet het, het is plastic, maar geen zorg, het is biologisch afbreekbaar. Wil ik jullie in deze zin fijne kerstdagen wensen en een heel gelukkig nieuwjaar. Vooral ook een heel gezond en van, laten we zeggen, niet geldelijke rijkdom, maar spirituele rijkdom gezegend 2020. En ik hoop dat we elkaar dan ook weer terug mogen zien. Veel plezier met deze feestdagen. En tot de volgende keer. Dag.